Die de ballonnen opblazen, echte herrie. Dit is alvast de ballonnenbak. Jongens, waar zijn jullie? Ik ben jullie kwijt. Waar zijn ze, jongens? Ik ben Haley. Ik ben Heden. En vandaag gaan we iets superleuks doen. Namelijk gaan we iets doen met ballonnen. Wat gaan we maken, jongens? We gaan midden in de woonkamer een hele grote bak maken vol met ballonnen. En daar horen ook heel veel ballonnen bij. Woe! Waar zijn de ballonnen? Waar zijn de ballonnen? Waar komen ze vandaan? Waar zijn ze? Van Amerika. Van Amerika. Daar! Van Japanse, Chinese AliExpress. Oké, we hebben superveel ballonnen. Gewoon gekocht bij de feestwinkel, bij de feesthoek. Bij ons in Almere. Oh, hoeveel zijn het er wel niet? Ik dacht dat dit alles was. Nee, hoeveel hebben we er? Wel echt duizenden. 200. Kijk, en we hebben alle kleuren van de regenboog. En Heden, rood, waarom gaan we dit maken? Waarom gaan we een ballonnenbak maken? Omdat het voor ons vervelen. En we willen gewoon iets leuks doen tijdens corona. Ja. Nou, het idee is dus om eigenlijk een soort van ballenbak te maken. Ja. Maar dan met ballonnen. En die gaat Haley allemaal opblazen. Ja, met de mond. Ja. Nee, met dit machine. Oké, en Heden, wat hebben we nog meer nodig? Stop. Karton. Ja, want daar gaan we de bak van maken. En wie hebben we daarbij nodig? Papa. Pablo. Oké, we gaan dus een bak maken met het karton. Dus we gaan eigenlijk zeg maar gewoon een soort van groot vierkantje maken. Zeg maar als een ballenbak, maar daar gaan we vullen met karton. Ballonnen. Met karton. Ja. Ja. Karton, dat is een beetje pijnlijk. Zo dat in zijn, dat is een beetje pijn doen eigenlijk, met ballonnen. Oké, maar papa had dus een idee om het stukje van de bar te gebruiken en hem daar tegenaan te zetten. Ja, daar kan je hem ook wel aan de grond vasttapen, denk ik, hè? Wil je hem dan 2 verdiepingen hoog maken? Ja. Ja, hè? Ja, kijk hem lachen dan. Ik zie dat jullie papa al heel goed aan het helpen zijn. Ja, echt fantastisch. Ze stimuleren altijd een beetje. Maar kan zo plakken. Oh, wat dit is mijn kettingje. Ja, kijk maar wat erin zit. Foto's van Haley. En van mij. En van jou? Ja, jullie zitten in mijn ketting. Oké. Okay. Ik ben wel een beetje oud. Ja, je ziet een beetje... Hele oude foto's. Hele oude foto, ja. Het muurtje moet heel recht, toch? Ja. Nou, Cassie is nu bezig met hem een beetje recht houden. Nou, we krijgen hier ook goede assistenties, zie ik. Die zijn helemaal blij dat we weer met karton aan de slag gaan. Oh, ga je lekker karton opeten? Dat is lekker. Jongens, weet je wat wel fijn is? Ja. In het nieuwe huis hebben we een wat grotere woonkamer. Oh. Dus Bad, een stuk grotere woonkamer. Dus daar kunnen we een super grote megabox voor, babybox voor. Oh, dan maken we een babybox voor en dan kan de baby er doorheen kruipen. Kunnen wij dat dan ook? Mama, dan heb ik een idee. Dan maken we een soort van, zeg maar, een soort van kasteeltje of zoiets. En als het dan een jongen is? Een jongenskasteel. Kan het toch ook wel een beetje. Ja, een stoer kasteel dan, hè? Of we kunnen zo'n heel schattig huisje maken. Zo'n heel groot schattig huisje met allemaal plantjes eromheen. Ja, en daar in het binnen zit dan een doolhof. Oké, wie was bezig met de tape? Niemand. Tapey. Wie is van de tapey? Aan de andere kant, in de hoek, zoals ik hier geplakt heb, wat die kan doen. Misschien moet je ook een hapje nemen van het karton. Lekker. Het schijnt erg lekker te zijn, het karton. Hele goede kwaliteit. Ik vind het niet zo lekker. Nee, dat lijkt me ook niet, nee. Dat was daar een peperkwit in. Daar, Kennis, het kan toch niet? Daar raakt hij. Kijk, dat karton is geperforeerd. Ja, dat wordt wat als we gaan verhuizen met al die kartonnen dozen. Wacht, Kennis ziet die doos. Oké, hier wordt hard gewerkt. Heden, zullen we hem dan ook van de week gaan schilderen aan de buitenkant? Ja. Is dat een idee? Dat we hem gaan versieren? Ja. Zullen we hem net zoals een normale ballenbak maken? Bruin! Bruin? Ja, met heel veel bak... Rood, met geel en zo. Ja, ja, we hebben ook... ja, het is altijd wel een beetje heel vrolijk, hè? Ja, de meeste van die... kleuren zijn altijd rood, geel... blauw en groen. Oké, dus het idee is dus dat hij vrijwel tot aan het einde daar komt. En dan gaan we weer terug. En dan komt er nog een verdieping op. Zodat we een hele hoge muur hebben. En dan gaan we een raampje.
raampje maken? Zo? Ja. Is het normale? Ja. Erin springen. Nou, je kan er niet in springen. Want nee, want dan ga je op de grond. Je gaat gewoon door de ballonnen heen hoor. Je wordt niet opgevangen. Al zag ik wel iets leuks op TikTok. Heli, ik weet niet of jij het misschien hebt gezien. Maar je kan dus ballonnen opblazen. In een zak doen. En dan vacuüm maken. Dat je alle lucht eruit haalt. Ja. En dan kan je er dus op springen. Dan gaan de ballonnen niet klappen. Oh. Moet ze misschien ook een keertje proberen. Alleen ja. Ik zie dat. Ja, weet ik niet. Moet je zo'n hele grote vacuümzak moet je dan hebben of zo. Ja, hele grote. Oké, laag nummer 2 gaat erop. Dat wordt zo meteen spannend als Pamlo zichzelf weer helemaal. Oh, weet je wat? Schat, ik weet, als je jezelf hebt ingebouwd, weet je wat je dan doet? Ja. Je gaat gewoon door de deur daar. Je kan gewoon door de deur naar binnen en naar buiten. Ja! Heb je de ballonnen al geteld? Nee. Ga jij ze maar vertellen? Er zijn er 200. Ja, dat mag. Ja, je moet wel zeker weten. Moet je ze even tellen. Het zijn wel meer dan 10 hoor. 200! Misschien ook een idee om ze te sorteren op kleur. Hij trapt er niet in, hè? Ik weet sowieso al dat de meeste rood zijn, want ik zie alleen maar rode en blauwe liggen. Oh, nou die vind ik wel mooi. Oké, nou het is eigenlijk best wel een diepe bak geworden, zeg. En wat nou als die koffie met bier hoort? Weet je wat vet zou zijn? Als we hem zo vullen met water, dan kun je gewoon zwemmen. Wat we gaan doen is, we gaan dus zeg maar een rondje uitsnijden, wel grote. En dat we dan zeg maar een beetje dirt en dan gaan we van die slingertjes er zeg maar zo een beetje omheen, anders dat je dat aan de Dus hij moet wel dicht kunnen, want anders dan gaan de ballonnen eruit. Ja. Ja. Maar het wordt niet heel snel. Heb je een idee? Dan maken we een beetje een deurtje gewoon zo van. Je kan niet per definitie een rond gaan. Nee, maar dan doe je toch gewoon een deurtje. Hij kan hier, als jullie willen, moet ik even kijken, denk hier. Als ik mijn tape nu de boel verstevig, dat is wel handig. Kan ik hier een deur gaan snijden. Nou is goed, doen we dat. Vierkantje. Super, een vierkantje. Ja, dat zou moeten inderdaad, het beste, want dan kan ik het steviger maken. Ik kom er wel doorheen, kijk. Ja, kom jij doorheen. Hoppa. Kijk, jij kan er gewoon zo uit, hartstikke idee. Nou, het is net een levensgrote box dit. En nu? Wat moeten we nu doen? We gaan zo mee naar de verhuizing. Ja, een hele grote verhuisdoos. Dit is hoe kinderen verhuisd worden. Nee hoor, je gaat gewoon mee in de auto. Maar wat moeten we nu gaan doen? Wat is deel 2 van deze knutselopdracht? Ballonnen opblazen. De ballonnen opblazen, echte herrie. Ja, heel veel herrie. Dus wij doen een leuk muziekje erbij, ja? We hebben nog niet genoeg ballonnen. Nee, dat is de update. Nee, te weinig. Dus we hebben nog eventjes te gaan. Oh, kijk hoe mooi die is. De roze ballon. Mooie roze. Maar het ziet er wel heel feestelijk uit. Ja. Vind je niet? Ja. Dit is alvast de ballonnenbak. Wow. Bijna klaar. Bijna klaar. Wow. Ja, nog 600 ballonnen te gaan. Yay. Nee. Kijk nou jongens, hoe cool dit eruit ziet. Hier wil je toch gewoon in zwemmen en in duiken. En dan hoor je zo meteen pang, 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 pang. Oké, Haley, waar ben je? Woehoe. Ik ga de kijkers nu het idee geven hoe het is om door de ballonnenzee te gaan. Kijk, ze zitten nu in de ballonnenzee. Hoe leuk is dit? En dan kun je er nu in. Laat ze er nu lekker in. En daar kun je in. Joe, spring op de ballonnen. Oké, we hebben dus nog wat ballonnen te gaan. Hij is nog niet helemaal vol genoeg. Oh, oh, oh.
En dat is dus het deurtje waar Haley en Hayden zo meteen doorheen moeten. Ja, ik denk als je die achterdeur open doet, dat ze dan wegwaaien. Allemaal tegelijk. Blijven er iets van een paar over of zo dan. We hebben het ook een beetje van die gekke linkjes daar zo. Als je het open maakt, dat je die zo aan de kant moet doen. En dat je dan zo een kopje lopen zo. Ja, dus nou ja, er moet nog wat gevuld worden. Maar ja, we hebben hier nog wat ballonnen. Ja, dus ik weet niet hoeveel er ongeveer zijn, maar ik denk wel 50. We hadden ongeveer 200 ballonnen gekregen. Ik denk dat het iets van 30 ballonnen zijn of zoiets. Ja, zoiets. Dus, ja, 40. Dus die gaan er dan nog in? Ja. En dan gaan we hem testen. Maar welke kleur zie jij denk je het meest? Ik zie veel blauw ook hoor. Ja, groen en blauw zijn heel populair in deze bak. Ik zie bijna geen haar. Het zijn wel hele vrolijke kleuren allemaal. Ja, het zijn wel leuke ballonnen. Sommige zijn wat lichter en sommige zijn wat donkerder. Ja. Maar als je dan zo dat deurtje hebt en dan doen we van die slingertjes en zo. En dan kom je zo naar binnen alsof je super fancy bent. En dan ga je met de ballon spelen en knappen er 5 of zo. Ja, en ik hoop niet dat het veel gaan knappen. Nee, maar er zouden wel een paar gaan knappen, denk ik. Ja, maar ja, daarom hebben we nog meer ballonnen. Ik kan altijd morgen bij de Albert Heijn wat ballonnen halen. Oh ja, handig toch? Albert Heijn ballonnen. Kunnen we maar van die blauwe ballonnen met zo'n Albert Heijn logo erop? Nee, gewoon van die feestballonnen. Ja. Oh, mochten wat sneuvelen. We hebben altijd nog een handpompje. Want die moet morgen weer terug. Na een uur ballonnenpomp zijn we eindelijk klaar. Alle kijk, ballonnen. Wow. Oké, dan kan er gewoon weer eentje pakken. We gaan er zo meteen in. Oh, maar Haley. Oh, hij is echt super vol. Kijk dit nou jongens. Dit hebben we nog nooit gehad in de woonkamer. Oké, Haley gaat naar binnen. Ze zit in de ballonnenbak. Wat een avontuur. Haley gaat ook naar binnen. Tot vandaag. Woe. Oh, we zijn Haley kwijt. Haley. Ah, kun je de deur? Daar! Dit is leuk! Mama, wacht hier maar onder! Ja, hier ligt hem. Ik gooi ze zo wel weer erin. Maakt niet uit als ze wat overheen vliegt, hè? Ik vind het knappe ballon. Dat betekent dat hij vol genoeg is. Hij had niet voller gekund. Waar zijn ze? Oh, dit was zo verknapte. Wat zijn jullie aan het doen? Probeer me te vinden. Ik zie. En mama, een miniballon. Een miniballon. Oh. Hey, Lee. Ik heb een miniballon. Maar volgens mij zit er genoeg in, hè? Wacht, je mag het niet zien. Kun je me nu niet zien? Nee, ik kan je niet zien. Nee, dus voorzichtig dat je ook niet op elkaar gaat staan. Oeh, wat zo tillig! Hey! Hey! Hey. Oh, mama, je moet zo halen. Oh nee, er was eentje minder. Jongens, waar zijn jullie? Aha. Ik ben jullie kwijt. Waar zijn ze, jongens? Ze zijn weg. Kijk dan, Pablo. Ze zijn weg. Worden jullie niet ontzettend statisch? Jawel. Ja. Kijk bij mijn buurt zo meteen. Ja, oh ja. Ja. Kijk, zo'n elektrische map krijg je. Ja, het is een schop. Succes, mooi. Ja. Blijf in je buurt, Kelly. Maar blijf bij mijn papa. Oké, je moet dat zoeken, mama. Dat zoeken. Ah! Let nou! Ja, je bent weg. Hier, Haley, Haley, vangen. Oké, deze ballonnenbak heeft dus €40 gekost. Ja. We hebben het karton gekocht, het thee en de ballonnen. Ja. En de ballonnenpomp hebben we gewoon gehuurd. Ja. Dus gewoon met Borg. Dus mocht je je thuis vervelen tijdens corona, weet je, voor €40 kan je gewoon een leuke eigen ballonnenbak midden in de woonkamer zetten. En dat is gewoon gegarandeerd. Gratis. Nee, niet gratis. Gewoon gegarandeerd plezier. Ja. Is het leuk? Ja. Ja. We'll be right back.
gauw. Heel snel, vullen, vullen, vullen. Weet je, het was echt super vet. Ze gingen er doorheen en er vloog alles zo in de lucht. En het zag echt super cool uit. Ik zag alleen maar mooie kleuren en zo. Cool, hè? Kijk nou. Kijk hoe vet het eruit ziet. Oké, nu alles er weer in. Oh, wacht, je kan het er ook in schoppen. Hier. Nee, dat doe je zo. En dan zo slaan. Hoppa. Kom maar, schoppen. Goed zo, knietje. En dan meppen. Oh, dan nog mis. 4, 8, 9, 10. Langzamer, langzamer. 7, ga je nou voor stoppertje doen? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ik zie wat jij niet ziet. We gaan dus een stoppertje doen. Nou, ik zie jou ook niet hoor, Ede. Zit er niet in. Kijk. Woe! Was ik knap je wat. Het was een rode. Ja, het was een rode, oké. Okay. Oh, het zit wel weg. Ja, ik zag ook wat vliegen, ja. Haley, er zit wat in je haar. Het is een ballon. Oh, het zit, zit vast. Het blijft gewoon aan je vastplakken, die ballonnen. Ja, pak hem, kom op Haley, pak hem. Ja. Ja. En zo ziet het er dus uit van buiten. Kijk, alsof ons hele huis vol is met ballonnen. Kijk eens nou. Helemaal gek geworden. Onze eigen ballonnenbak in huis, jongens. Superleuk dit. Video, like en dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Niet best, niet meer video. Doei!